Chicken? Da ist mein letzter Vliegtuig nach Albany. US Airways Express. Ik heb er zelf net een hele lange vlucht op zitten van Brussel naar Philadelphia. En ik ben nu in Philadelphia. Het eten was sava. Ik heb één keer warm gegeten, één keer een sandwich gehad. En veel gedronken. Ja, het is een beetje stom, want mijn batterij van mijn laptop is al leeg tijdens de vlucht. En ik heb mijn charger voor Amerika nu bij. En ook geen transformator, niet mijn rugzak zitten. Een beetje stom. Maar het volgende is maar een uurtje en dan gaan we naar het hotel. En daar zal ik wel kunnen opladen, hoop ik. Ja, voor de rest heb ik nog niet veel te zeggen. Tot ziens. Hier staan we dan in Albany. Eigenlijk zitten, want ik zit op mijn hand. Ik ben hier, ik denk, een half uurtje ongeveer geleden toegekomen. Ondertussen door naar mijn bagage gaan zoeken. Gevonden ook. En dus nu zit ik hier een beetje te wachten op de bus van Noordwacht. Cell service, sir. Oh my gosh, brought somebody with you. Yeah, brought a friend. En ja, ik wacht gewoon in het zonnetje, hè, want het is goed weer. Het is heel zonnig. En ik heb juist daar met de mama gsms. Die heeft er ook voor gezorgd dat er een beetje communicatie is geweest met Laura Finnerty van de school. En ze zijn op weg. En dan ga ik naar mijn hotel. Dus tot later. Dus, dit is mijn kamer. In mijn tijdelijke overnachting in Albany. Ik slaap hier alleen. Voorlopig misschien, dat weet ik niet. En ik heb hier free wifi. Dus ik ga mezelf amuseren, maar ik ga eerst wel een douche pakken. Dus ik pak voor de persoonlijke hygiëne. Maar dat zie je hier gezelligheid. Een groot, lekker, groot bed voor mij alleen. En dan een badkamer. Hoe zit dat hier? Voilà. Gezellig, gezellig. Een bedje met een douche. Zalig, zalig. Allee. Ik hoop dat ik het in vervolg wel mijn vlog een beetje beter kan aanpakken. Want ik heb mijn staande wel bij en zo, maar het is nu gewoon ook omdat ik de kamer moest tonen en zo. Maar dus ik ga er zorgen dat mijn computer is opgeladen en dan gaan jullie wel berichtjes van mij zien verschijnen. Zalig. Tot zover mijn eerste videoblog. Ik hoop dat jullie er een beetje van genoten hebben. Ik mis jullie enorm hard en ik hoop dat ik jullie zo snel mogelijk ga terug kunnen zien via Skype of zo natuurlijk. En ik hoop dat er ook snel een nieuwe vlog kan komen. Allee, ik ga afleggen en dan zie ik jullie volgende keer. Ciao!